Dinsdagavond 25 mei, dat is al heel snel, zal acteur-cabaretier Sjaak Hartog een kort optreden verzorgen voor de voedselbank via de livestream in het nieuwe De La Mar Theater. Tijdens corona kon Sjaak, net als vele andere artiesten, niet optreden. Maar hij vond een andere manier. Voor zijn comedykanaal Studio Satire op YouTube maakte hij meer dan 40 video's, waarvan er inmiddels 14 zijn geplaatst op de website van BNNVARA. Zijn optreden in het nieuwe De La Mar zal bestaan uit een live act en een van deze video's. Voor 5 euro koop je een kaartje en de opbrengst gaat voor 75% naar de voedselbank. Wat volledig weer zal terugvloeien naar Sjaak, omdat hij daar toch vaste klant is. En 25% gaat naar Sjaak. Dus laten we zeggen dat hij gewoon de totale opbrengst krijgt. Nou, kan die ook een keer naar de Albert Heijn. Klik op de link, koop een kaartje en dan zie je Sjaak dinsdagavond 25 mei live vanuit het nieuwe De La Mar te Amsterdam.